Dit is een introductiefilmpje in het Nederlands. Inmiddels heb ik een paar introductiefilmpjes gemaakt voor mijn website in het Engels, zodat ik dus dan mensen wereldwijd kan bereiken. En nou heb ik een aantal dingen natuurlijk op mijn lever zitten, zoals iedereen. Iedereen is bezig op, op internet zijn mening weer te geven. En op het moment is het een heel erg gunstig moment omdat ik dat nou zelf ook eigenlijk ga doen. Omdat ik vooral de laatste tijd heel erg rustig ben geworden. En ik heb erg lang gehad dat ik me over van alles nog wat kwaad maakte wat er in de wereld gebeurde. Allerlei onrechtvaardigheid. Maar door verschillende gedachtegangen en ja, heb ik dat een beetje weten los te laten en dan dat je dus de boel qua psychologie een beetje in verband brengt. En nou heb ik natuurlijk ook de politiek in Nederland de afgelopen jaren gevolgd. En we hebben dus gezien hoe, hoe een soort verrechtsing plaatsvindt in Nederland. Hè? Hoe je eerst Pim Fortuyn krijgt, nou, die wordt dan neergeschoten en dan komt daar Geert Wilders voor in de plaats. En we hebben ook Rita van Ong gezien. En om nou iets te vertellen dan over mezelf, want het gaat uiteindelijk over een profiel op mijn website. En dan en ook om contact te maken met andere mensen, wat hebben ze dan aan mij, wil ik dus graag eventjes mijn mening weergeven over hoe ik dan denk. Nou, in ieder geval ben ik het helemaal niet eens met zo'n Pim Fortuyn en met zo'n Geert Wilders. En ik zie ook achter elkaar allerlei berichten over fraudeleuze praktijken. In de PVV. En dat zijn video's op YouTube van al 10 jaar geleden. Je moet omschrijven hoe de PVV gerund wordt. Wat zegt u dan? Ja, eigenlijk als een geheime dienst. Ik pas dat aan. De PVV wordt gerund zoals de maffia ook wordt gerund. Met omerta. Met volledig gebrek aan transparantie waar het gaat om de financiën. En een totalitair regime. We komen in contact met medewerkers en oud-medewerkers van de PVV. Sommigen van hen staan ons te woord, maar niemand wil voor onze camera's een verhaal doen. Als we een arbeidsovereenkomst lezen, begrijpen we waarom. Dit is zo'n contract. De geheimhoudingsplicht bepaalt dat er met derden niet mag worden gecommuniceerd over interne zaken. Op overtreding staat een boete van 25.000 euro. Dus het verbaast me niks. Dit past dus helemaal 25.000 euro. Wat vindt u ervan? Ah, dat is absurd. En wantrouwen is een van de grote problemen binnen de PVV. Het is een cultuur van wantrouwen. He, daarom is ook die omerta er zwijgplicht. Maar het is toch de partij die zich inzet voor de vrijheid van meningsuiting? Ja, ja, goed. Dat staat in de naam, ja. Maar dat is niet de praktijk. Nee, dat is absoluut niet waar. De partij is vrijwel in het begin. Ik werd er gelijk al gezoemeld met geld. Een belangrijk argument is bijvoorbeeld dat, het was een video die ging over dat de mensen die voor de PVV werkten, die konden dus ook misschien iets zeggen of iets inbrengen in de Europese gemeenschap. En dan hadden ze daar een aparte afdeling voor, die speciaal is bedoeld om elkaar even stevig uit te schelden en zo. En met die verzoeken wordt ook helemaal niks gedaan. Dat wordt helemaal niet serieus genomen, dat gekrijs en geschreeuw naar elkaar. In deze bankjes zitten ze, de leden van de Europese PVV-fractie. Ze horen bij de zogenoemde non-inscrie, de niet-ingeschrevenen. Een bondgezelschap dat door de rest van het parlement niet altijd even serieus wordt genomen. Ze dienen geen voorstellen in, amenderen die van anderen niet, maar onderscheiden zich op geheel eigen wijze. Het Nederlandse volk zit niet te wachten op solidariteit. Het Nederlandse volk
zit erop te wachten tot wij hier opkomen voor het Nederlandse belang. Om het geld terug te eisen dat Nederland te veel betaalt aan dit geldverslindende en bureaucratische Europa. Heel hard roepen en heel grof roepen aan de zijlijn in het Europees Parlement, in de plenaire zaal. Die wordt het meest gebruikt. Dat theater is het terrein van de PVV. Dat klinkt als een harde toezegging, in beton gegoten. Maar dat is het, zoals later zal blijken, niet. Als Wilders ontdekt dat hij hier in Brussel geen vuist kan maken, zal hij zijn belofte aan de kiezer breken. Volgens deze website zijn de PVV'ers vaak aanwezig. Daar krijgen ze €304 verblijfsvergoeding per dag voor. Omdat Van der Stoep en Matlener in Brussel wonen, kunnen ze dat bedrag in zijn geheel besteden aan consumpties. En aan de overkant lonken de terrassen. Daar zitten meer dan 700 Europarlementariërs. Daar zitten een paar duizend assistenten, allemaal uit heel Europa. Die hebben daar geen gezin, zelden. Die hebben daar dus vrij geïsoleerd bestaan. Dus die gaan met elkaar een glas drinken. Die gaan met elkaar uit eten. Meerdere bronnen melden ons dat Matlener en Van der Stoep het goede Brusselse leven serieuzer nemen dan hun parlementswerk. En daar worden dus de meest afschuwelijke dingen tegen elkaar gezegd over die... Dat alle politici zich bezighouden met het misbruiken van kinderen. en dat er dus allerlei stoute plannen plaatsvinden. Men heeft dus de oorlogen opzettelijk georganiseerd. Men heeft het op internet over de Bilderberg groep. Nou, toen ik dat 10 jaar geleden zag bij Alex Jones, toen schrok ik er een beetje van. Dat is dat hele 9-11 verhaal, dat dus een flauwekul verhaal bleek te zijn. En om ons op de mouw te spelden dat de Arabieren het kapitalisme of Amerika hebben aangevallen of zo. En in de Nederlandse politiek, als Amerika oorlog ergens bij heeft, dan wil de Nederlanders zo ontzettend graag meedoen aan die oorlog. En ze willen er ook graag een rol in spelen. En ze willen dus als Nederland, wil de regering dus bondgenoot zijn van Amerika. En dus nu, ik groeide op in de jaren 80. 70-80. En dan kregen we steeds te horen dat het communisme, dat was verschrikkelijk vijandig en fout. En wij moesten allerlei apparatuur aanschaffen, kruisraketten en neutronenbommen. Nou, en dat was destijds met Lubbers en Dries van Acht en Den Uyl en Wiegel. En dan zie je dus eigenlijk dat er nauwelijks iets verandert, 10, 20 jaar later. Dan zijn dus de politici die ik net noemde vervangen voor iemand anders. En er is er dus zelfs eentje kort geleden overleden, die Lubbers. En ja, ik zie dan dat er dus bewapening wordt aangeschaft. En ja, omdat Nederland zo graag mee wil doen. Ik zie dus die neiging naar rechts, een neiging naar rechts, iedere keer een neiging naar rechts. En het is allemaal snobisme. Ook met Geert Wilders en Pim Fortuyn en Rita Verdonk. Waarom zijn zij rechts? Dat zijn zij uit snobisme. Men associeert links met gekanker en geklaag. Met Bob Dylan. The answer, my friend, is blowing in the wind. Wat zijn wij linksen toch zielig. En ik heb dus allerlei situaties meegemaakt dat als je in het begin jaren 90 bijvoorbeeld, dat was ik er zelf 20, 21, 22, en dan kwam ik dus in Utrecht, kwam ik over de vloer bij in een kraakpand. Nou, en daar was een typisch linkse sfeer. Maar ze dachten dat ze links waren. En zo kom ik ook op Volkert van der Graaf.
En Pim Fortuyn denkt dat hij rechts is, maar hij is eigenlijk links. En Volker van der Graaf die rechts is, maar denkt dat hij links is. Als het dus gaat over defensie, dan heb ik dus iets gezien op televisie met Rick Nieman over de Joint Strike Fighter. En toen zag ik daar dat vooral Matt Herpen, die heeft er nogal achteraan gezeten om een Joint Strike Fighter te kopen. En moet Nederland zich eigenlijk überhaupt bemoeien met internationale vraagstukken? Nee, dat is nergens voor nodig. Wat zo'n Matt Herpen absoluut niet beseft, is dat in Amerika weten ze niet eens waar Nederland ligt. Joris Luijendijk, die is een tijdje in Amerika gewoond, en ik weet niet precies waar, of dat een grote van de grote steden, New York of Washington, of ergens anders, maar in ieder geval in een omgeving waar mensen zelfs niet eens weten dat er zoiets bestaat als Europa, laat staan dat ze weten wat Nederland is. En dat hij dus in een atlas moest aanwijzen dat er boven Afrika, dat er ook nog een heel groot grondgebied ligt. Dat er een heleboel bekende landen zijn. Dus joh, de mensen hebben helemaal de ballen verstand van geschiedenis en van economie. De mensen kijken alleen maar naar voetbal. En daardoor zijn ze dus niet op de hoogte van wat het links zijn eigenlijk is. Het links zijn, dat wordt alleen maar gezien als dat is die andere partij. Er moet toch echt naar een onderwijs gebeuren toe waarin wordt onderwezen dat links, dat is zo gek nog niet. En dat kan. De historici, ik heb op YouTube heb ik een fantastische documentaire gezien van de BBC, waarin wordt uitgelegd dat het communisme, dat dat een ideologie is die dat Karl Marx met het volgende verhaal aankwam. De arbeiders in de fabrieken die werden uitgebuit en de boeren ook. Want er moest maar geproduceerd worden, Dat gold dus ook voor de zwarte mensen, de negers op de katoenplantages. Die kregen niks betaald en werden alleen maar als slaaf gebruikt. Vanwege de prijs van de katoen, of van wat dan ook, van koffie, suiker, dat moest laag blijven. Je moest zo goedkoop mogelijk op de markt iets aanbieden. En dus konden die plantages of fabrieken mensen dus niet fatsoenlijk betalen. Nou, communisme betekent dan dat als je die werknemer, als je die dus wat meer gunt, dan is hij in staat om consument te worden. Dan kan hij zelf dingen kopen. So, high labor costs are bad for business. But what makes the collapse of capitalism inevitable for Marx is that the bosses are in trouble even when they have things their own way. Now imagine the opposite situation. You've got loads of workers, all of this lot, competing for a single job. Then, well, no wonder he's smiling. The capitalist only has to pay the workers the bare minimum. This bucket is what Marx would have called the industrial reserve army of the unemployed. As long as that's full, this lot can keep paying very low wages and keep making profits. Except, in the end, there's a problem. Because badly paid workers don't spend very much, and not very much spending in an economy is not good for business. You get another crisis, more capitalists going bust, and this crisis is going to be harder to fix. Als we het dan hebben over Amerika, dan is dus eigenlijk het idee van Henry Ford,
Je moet de fabrieksarbeiders die voor Ford werken, die moet je zo hoog betalen, die moet je zo'n hoog salaris geven, dat ze zelf een Ford kunnen kopen. En natuurlijk alle andere spullen. Een huis, een meubels, wat mij betreft een surfplank, een speedboat, weet ik veel. Wat mensen maar willen bezitten. Als ze dus eigenlijk te veel betaald krijgen voor hun werk, dan kunnen ze dat geld uitgeven. En dan is het de moeite waard om een fabriek te beginnen in afvalborsteltjes. tandpasta, IKEA, meubels, andere fabrieken die auto's maken. Maar als Jan de Arbeider die in een fabriek werkt, als die maar 2 euro of 2 gulden per dag verdient, dan leeft hij dus alleen maar in bittere armoede en heeft geen geld om dus ook andere spullen te kopen. En dus heeft het geen zin voor andere fabrieken om opgericht te worden, om te bestaan, om te blijven produceren. Dat is een idee van Karl Marx. In America, it happened on a massive scale. There, as we know, the capitalists were getting richer and richer. They couldn't spend all of their extra money. Driven, as ever, by the desire to make more profit, they lent it out in riskier and riskier ways. The name given to this lending might well be familiar. Subprime. What we did is, as the incomes of most Americans were stagnating or even declining, we said, don't let it bother you. Keep spending as if your income was going up. And they did that very well. I mean, who would oppose it? The banks who are making money, the households who are getting their house, the politicians who have happy constituents. I mean, there is nobody who's going to be unhappy in this process until it collapses. And we all know how it ended. In retrospect, it seems obvious. Lending to people who couldn't afford it wasn't a lasting solution to anything. It led to a housing bubble, which burst, threatening some of the world's biggest banks. And thanks to our integrated world, what started in the United States spread and infected the entire system, causing a global recession. The Open University has produced 6 one-minute animations to explain some of the key economic ideas that affect all of us. So if you want to learn how to spot an invisible hand or other secrets of economics, go to bbc.co.uk/mastersofmoney and follow the link to the Open University. Nou zijn de mensen hier zo ontzettend oliedom dat ze alleen maar kunnen denken, communisme, dat is die andere partij. Wij zijn het kapitalisme, wij zijn Ajax en hun daar zijn Feyenoord. Dat zijn een stelletje mietjes, dat zijn een stelletje losers. Dat zijn eng, dat griezelig. Dus met andere woorden, als mensen nou iets beter hadden geweten, wat is nou de inhoud van dat communisme? Dan zouden ze snappen dat het gewoon overeenkomt met kapitalisme en helemaal niet iets anders is. Het komt ook voor in The Story of Mr. Beale. Het gaat over iemand die dus van alles nog wat klachten heeft over de maatschappij, over allerlei onrechtvaardigheid wil aantonen. En dan wordt hij door een belangrijke persoon in Washington wordt hij even apart genomen. En hij zegt van ja, ik wil het niet meer hebben dat ik kanker en geklaag. En hij legt ook uit van wat jullie critici helemaal niet snappen, is dat het communisme, dat werkt gewoon op dezelfde manier als kapitalisme. Het gaat er gewoon om dat fabrieken van geld worden voorzien. Dan kunnen ze wat produceren. En eventueel wordt dat geld dus ook met de arbeiders dan gedeeld. En dan ontstaat dus productie en dan kan men leven en kan men consumeren. Am I getting through to you, Mr. Beale? You get up on
your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide, and Exxon. Those are the nations of the world today. What do you think the Russians talk about in their councils of state? Karl Marx? They get out their linear programming charts, statistical decision theories, min-max solutions, and compute the price-cost probabilities of their transactions and investments, just like we do. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr. Beale. The world... Maar ja, er is dus altijd maar een propaganda gevoerd van communisme is de vijand van kapitalisme. En daarom vond dan destijds Hans Wiegel het nodig om deze dienst aan te schaffen. En neutronenbommen en kruisraketten, want wij moesten ons verdedigen tegen het communisme. Goed, dat communisme dat staat in elkaar. Dat systeem blijkt ook niet helemaal goed te werken. Het had ermee te maken dat de mensen door de hard werden onderdrukt sinds Stalin. Het was een soort militaire dictatuur. En dat was wat de fout dan was. Dus als je nou zegt, communisme is fout door het toedoen van Stalin. Maar aanvankelijk in het begin was het een ideale ideologie. Het moest de boel verbeteren. Het moest voor een beter leven zorgen voor arbeiders in de fabriek. En voor boeren op het platteland. Die werden uitgebouwd. En men wilde dat dus proberen te verbeteren. Ja, kan ik er wat aan doen dat, of de historici dat die rotzak van een Stalin overal een militaire dictatuur van maakt? Nou, en die verhalen kregen wij dan te horen en daarom was dat communisme dan fout. En in met de muur van Berlijn, dat is ook weer zoiets, eigenlijk staat dus die muur heeft dus nooit ergens op geslagen. Dus hebben ze dus in Rusland zelf ook gedacht dat het kapitalisme een vijand was. En dus Stalin is de grote boosdoener en alle andere partijleiders hebben dat dus ook herhaald. En toen kreeg je in 1985 kreeg je dus de glasnost en de perestroika. En dat heette dan de Russische lente. Nou, dat mondde dus uiteindelijk uit in de val van de muur van Berlijn. En dan nu ergens, dat is dan inmiddels al bijna 30 jaar geleden. En nu zie je dus dat de boel een beetje in balans is gekomen. In die 30 jaar heeft Rusland zich kunnen moderniseren. En intussen is, wat ik ook gewend was van vroeger, Afrika heeft zich ook ontwikkeld. Ik heb via Facebook contact gehad met iemand uit Nigeria. En toen kwam ik er dus een beetje achter dat er inmiddels scholen zijn en universiteiten, in ieder geval in de steden in Afrika. En daar is dus steeds meer ontwikkeling in de ontwikkelingslanden. Die muur van Berlijn is omgevallen en wij moesten dus toen constateren dat er eigenlijk geen verschil was met Rusland, met communisme en kapitalisme. Dus dan lag ik me helemaal suf over de keuze van dat iemand denkt van ik kies voor rechts of ik kies voor links. Terwijl al dat rechtsig doen, dat is helemaal niets voor homofielen. Laat staan voor kale homofielen. Misschien dat de homofielen die wel haar op de kop hebben, dat die misschien bij de VVD kunnen, maar de kale homofielen die kunnen niet bij de VVD. Waarom niet? Omdat een kale homofiel is een untermensch en een homofiel die wel haar op zijn kop heeft, dat is een hypermensch. Zo simpel ligt dat. Ga maar na ook met het fascisme.
al die fascisten die hadden last van haar uitval. En ja, ze hebben een baasje nodig. En soms dan denkt zo'n homofiel dat hij zelf het baasje mag zijn. Ik lach me helemaal kapot om de manier waarop Nederlanders denken dat ze betrokken mogen zijn bij een wereldgebeuren. De strijd van het kapitalisme tegen het communisme. En dan nu dus weer dat ze religie en geloof erbij halen. En dus ons op de mouw spelden dat er dus zoiets bestaat als Arabisch terrorisme. En dat is alleen de Arabieren dat zouden doen. Als er iets terreur is, dan is het wel Geert Wilders en Rita Verdonk. Ik heb ontzettend veel last gehad van een moeder die zo was als Rita Verdonk. Die gedroeg ze dus ook altijd als een man. Ze was een vrouw, maar gedroeg ze altijd als een man. Die is niet zo bekend in Nederland, General Patton. Of misschien zoals Stalin of Hitler of als, in ieder geval als een drillsergeant. In A Few Good Men, Jack Nicholson. I want the truth, you can handle the truth. Best is een van de allerbeste scènes ooit gemaakt. En ja, zo is het gewoon. Ik ben blij om te constateren dat iedereen zo ontzettend in de media is meegegaan. Als ik dus de gewone burgers spreek, dan begrijpen ze allemaal dat ze dus ook door de politiek worden beduveld en belazerd. En nou, in ieder geval Pim Fortuyn en dan vervolgens Matt Herman. Waarom moest die Joint Strike Fighter nou worden aangeschaft? Dat slaat dus eigenlijk helemaal nergens op. Nederland heeft helemaal geen Joint Strike Fighter nodig. En ook geen DC-10's en geen kruisraketten en geen neutronenbommen. We hebben al niks niet nodig. We hebben, als Nederland hoeven wij ons totaal niet te bemoeien met de oorlogen tussen Amerika en Rusland of Vietnam of Afghanistan of zo. Daar hoeven we allemaal helemaal niet bij betrokken te wezen. En we met alle kosten van dien. Nou, en daarom wil ik zo graag dat het een wat meer een gewoonte wordt om niet meer voorzichtig te zijn met kleine, dikke, kale mannetjes. Ik zou dus graag zien dat het kleine, dikke, kale... Matt Herman die heeft dus wel haar op zijn kop. Maar goed, toch klein en dik. En minderwaardigheidscomplex. En daar komt het allemaal door. Daarvoor moet het dus, voor het minderwaardigheidscomplex van Matt Herman, daar moet een miljard voor worden uitgegeven. Want de Joint Strike Fighter, dat is een verlengstuk van zijn pik. Hij wil ook zo graag meedoen aan de glorieuze overwinning. En hij dacht, die Pim Fortuyn, die spreekt heel erg zelfverzekerd. Die weet alles heel zeker. Die spreekt nooit in termen van, nou, ik ben er niet zo zeker van hoor, of dat wel gaat lukken. Misschien zouden we er toch eens wat meer over moeten twijfelen. Ik denk dat het beter is dat ik dat nog eens eventjes goed met mijn achterban overleg. Zo zou Pim Fortuyn niet eens spreken. Pim Fortuyn, die wist, het moet zo gebeuren, het moet zo gebeuren, het moet zo gebeuren, het moet zo gebeuren. Nou, en heel typisch verschijnsel van grootheidswaanzin. Ik heb ook naar de filmpjes gekeken op YouTube over Pim Fortuyn. En er is dus eentje dat hij over een pleintje loopt. En dan
dat hij dus ineens in zijn hersen had gehaald van dat het een roeping was om minister-president te worden. Pim Fortuyn, die was vreselijk brutaal tegen iedereen, maar hij kon er absoluut niet tegen als iemand brutaal was tegen zijn kale kop. Grootheidswaanzin is dat, dat kun je dus constateren als je dus ziet dat iemand er absoluut niet tegen kan om tegengesproken te worden. Als je het niet met die kale eens bent, dan ben je fout. Precies hetzelfde als de grootheidswaanzin van Louis van Gaal. Er is zo'n situatie met een presentator. En dat is wel een ontzettend duidelijk voorbeeld van grootheidswaanzin. Hij kan er wel niet tegen dat hij gelijk wordt gemaakt met de andere trainers. Dat vindt hij zo ontzettend zielig. Godverdomme, die andere trainers. Dat zijn verschrikkelijke untermenschen. En in vergelijking daarmee ben ik een übermensch trainer. Hoe durf je van een übermensch zoals ik zo'n untermensch te maken als die andere trainers? Zielig, gemeen. En toen liep hij erbij weg. Zeg maar niets meer, ik ga wel weg, dan ben je vrij. En Pim Fortuyn liep er ook bij weg. En dan denk ik, ja, erbij weglopen bij een gesprek, dat is dus... Wie erbij wegloopt, beledigt, die is dus blijkbaar homofiel. En of je, als je erbij wegloopt, dan ben je dus een omhooggevallen straatschoffie. Of je bent dus blijkbaar een oude baardaap. Zoals met vader Abraham en Mies Bouwman. Dus maak je keuze. Als je erbij wegloopt, dan ben je een oude lul met een baard op de knieën. Dan ben je Siske de Rat, die per ongeluk een beetje te hoog gelanceerd is. Dan, je kunt ook niet ontkennen dat die Louis van Gaal, dat is zo'n tokkie vlodder figuur is. En omhooggevallen straatschoffie. En Pim Fortuyn was dus een wijfman. En Ruud de Vlonk was een manwijf. En Geert Wilders die verft zijn haar blond. Want Geert Wilders is eigenlijk een Indonees. Nou, ik heb dus nu eventjes wat uitgelegd over de politiek en over grootheidswaanzin en over minderwaardigheidscomplex. En dat minderwaardigheidscomplex, dat kost nou al 1,5 miljard. En misschien, daar hoop ik dan op, dat de rekening wordt gepresenteerd aan de kleine, lelijke mannetjes. Dit is hoeveel jullie kosten. En Nederland is totaal niet belangrijk. We hebben helemaal geen legermacht nodig. Stuur toch iedereen die marinier wil worden, hè? Stuur die toch naar Amerika. Dat willen ze zelf ook heel graag. Het stomme Nederlandse leger. En trouwens, voor de historici ook, hè? Voor leraar aan de middelbare school. Dat hele kutverhaal van Willem van Oranje, dat zit toch ook helemaal vol met dingen die totaal geen ene moer van kloppen. En iedereen vindt het alleen maar een verschrikkelijk saai verhaal. Ik ga een beetje vragen stellen over... weet ik veel, het beleg van Breda. Sla hier wat zo toch over. Dat over dat communisme en kapitalisme, dat is wel interessant voor middelbare scholieren. Geschiedenisleraren die kunnen dus gewoon die documentaire waar ik het over had van de BBC, met die Lego-poppetjes, kunnen ze gewoon zeggen van, ga maar naar huis. Dat is het huiswerk om die documentaire te bekijken. En goed opletten wanneer ze aankomt met die Lego-poppetjes. Want daarover komt de vraag in het proefwerk.
En Want dan snap je dus dat mechanisme over dat, dat communisme hetzelfde is als kapitalisme. En dat het allemaal gaat over geld. En dan zorgt er op die manier ervoor dat er dus in zoiets als communisme, dat daar geen vijand meer wordt gezien. Tot slot heb ik dus nog een stukje dat... Dat is misschien eigenlijk wel, misschien wel leuk voor Jort Kelder, want die had dus jaren geleden had hij dus een conflict met Moscovici over een artikeltje waarin hij Moscovici een maffiamaatje had genoemd. Maar ik heb een stukje gevonden waarin Moscovici zo'n stomme, stupide eikel is, dat hij reageert met van ja, dat zei Groucho Marx ook al. Misschien omdat er betrekkelijk weinig echte republikeinen zijn. Ik geloof dat 80%, ruim 80% van de Nederlandse bevolking wel happy is met het Koninklijk Huis. Maar ze zijn geen lid van het genootschap. Ja, dat genootschap was wel een beetje een club van halve garen, was althans mijn indruk. Ik zou er niet graag lid van zijn geweest, laat ik me heel voorzichtig uitdrukken. Ik ben überhaupt niet graag lid van iets, maar daarvan zou ik niet graag lid zijn geweest. Dat zei Groucho Marx al, hè? Ja, nou ja, de vereniging die mij accepteert. Nou ja, ja, nee, meneer Moscovici, ja. Bent u oranje gezind of republikein? Meneer Moscovici, het moet zijn Karl Marx en niet Groucho Marx. En hij zegt het echt, hoor. Hij zegt het echt. Maak hem vooral zo over het Koningshuis. Daarin zit Moscovici te zeggen Groucho Marx. Nou, en zo is er nog een voorbeeld van de linkse kant. Dat was ook in 2012 of zoiets, ook een hele tijd geleden. Ik kwam dan in De Wereld Draait Door. En onder een bolle dikzak van de Partij van de Arbeid, die wist niet wie Richard Nixon was. Even de uitstap met die maken naar Amerika, want daar is natuurlijk ook een verkiezingsstrijd losgebarsten voor de Democraten, natuurlijk onze Barack Obama. Ja. Nu heeft hij een nieuwe spindokter en dat was Richard Nixon. Alles wat Obama kan helpen, zodat hij door kan in de Verenigde Staten, daar ben ik voor. En welke eigenschap van de oude rot Richard Nixon zou Obama dan kunnen helpen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien wel dat hij verschillende partijen bij elkaar moet brengen. Dus dat zullen allerlei sluwe en hele interessante bewegingen worden. Richard Nixon een sluwe man? Nou, ik denk wel dat in deze campagne wel enige sluwheid en enige strategie en tactiek die vilijn is en werkt nodig is. En dan zitten we met Nixon goed? Ja, dan zitten we met Nixon op de achtergrond wellicht goed. Het is... Nou, en zo hebben we dus een hele kamer vol met politici die gewoon de ballen verstand hebben van geschiedenis. Ik zit niet te zeggen dat ik er wel verstand van heb. Maar ik heb naar heel erg veel documentaires gekeken. Daar heb ik ook wat van geleerd. En zo heb ik dan toch in ieder geval een beetje op een rijtje wat is. En dat heb ik hier zojuist uitgelegd. Wat ik hier zit uit te leggen over communisme en kapitalisme. Dat heb ik allemaal mogen ontlenen aan YouTube. En aan de vele documentaires. Ja, wat er wel voor noodzakelijk is, dat is dus enige interesse in geschiedenis en economie en politiek. Nou, mensen zoals Jörg Kelder, die hebben dat ook wel. En die kunnen daar ook op een hele gedetailleerde manier daarop ingaan. Maar dat zijn er maar heel weinig. Iedereen wil liever alleen maar naar voetbal kijken. Iedereen wil alleen maar zich met muziek bezighouden. En zodra het belangrijk begint te worden, dan is het allemaal helemaal alleen maar saai en totaal niet interessant en te moeilijk. En zo zag ik dus ook een stukje van Mark Dice, die aan mensen ging vragen wat ze eigenlijk wisten van geschiedenis. Want het was Independence Day en toen ging hij op straat vragen van heeft u enig idee wat daar de betekenis van is? Allemaal in het Engels, hè? En de mensen hebben gewoon een ballen verstand van
weten gewoon niet wat Independence Day is of Memorial Day. Nou ja, dat ze dan een dagje vrij zijn en zo. Dat ze dan een dagje niet naar hun werk hoeven. En wat gaat het doen met die vrije dag? Nou, misschien een beetje barbecue en zo. Dus, bam, de mensen recensies. En de reactie op die filmpjes van Mark Dice en Jay Leno, die is ook eigenlijk logisch. Gingen ze dus in de studio aan politici vragen van, wat vinden jullie ervan? Nou jongen, paniek in de studio! How the hell can you run a democracy if the people are so stupid? En zo is het. Al die toestanden met Pim Fortuyn en Geert Wilders en Rita Verdonk, dat heb ik bij deze eigenlijk goed uitgelegd, denk ik. Dat komt allemaal omdat de mensen zijn gewoon te dom voor democratie. Jan de Arbeider weet niet wat socialisme is en wat communisme is. Want Jan de Arbeider heeft alleen maar naar het voetballen gekeken. Zo erg is het. En